Wie zou met mij willen afdalen in onze geschiedenis? Na de verloren slag bij Woeringen weten de steden en ridders van Gelre graaf Reinoud vrij te kopen en zijn schulden af te lossen. Maar na terugkomst in Gelre doet de graaf merkwaardig. Sommigen noemen Reinoud een godsdienstwaanzinnige. Hij doopt plaatsen om tot eilanden gods. Het dorp Kessel aan de Maas wordt het Insula Dei ad Mosa. Een andere plek in het Overkwartier die herinnert aan graaf Reinoud is de ruïne van kasteel Montfort. Dag Fedor. Dag Bas. Leuk dat je treft hier. Ja, wat een plek, joh. Mooi, hè? Vind ik echt fantastisch. Nou, vroeg verhalen te vertellen. Ja, dit is toch een heel belangrijk kasteel geweest voor de hertog van Gelre. Zuidelijkste kasteel van Gelre. Zuidgrens was in die tijd heel belangrijk. Het was een heel bijzonder kasteel. Ja, door zijn omvang, materiaalgebruik. En in de midden van de 13e eeuw was het echt top of the bill. Je zit dingen in de vesting werken die je gewoon in heel Nederland, in de hele Benelux nergens tegenkomt. Zoals? Nou, deze toren bijvoorbeeld. Ja, er is niet meer zoveel van over. Maar de achterkant is gewoon keurig rond zoals het hoort te zijn. Aan de voorkant loopt je in een hele mooie spitse punt. Oh ja. Dat is wel imposant. Als je als vijand eraan komt, denk je van nou, daar staat die graaf van Gelre. Ja, precies. Doe maar even rustig aan. Dat kan allemaal. Ja. Jullie presenteren dit ook als het kasteel van de graven van Gelre. Ja. Ja, terwijl we dat hier nu hartje Limburg zitten. Ja, maar dit is waarom het hier allemaal ontstaan is. Dat is de interessantste periode. En nou, we vinden het ook wel een knipoogje. Een knipoogje? Ja, we hebben hier afgelopen zomer bijvoorbeeld een grote feestavond hier op het kasteel gehad. En dat was de Gelderse avond. Dat hebben we in Gelderland niet eens. Nee, maar als je dat in Limburg doet, heb je wel de PR. Want dat is wel dat mensen denken van, wat zijn ze daar nou aan het doen? Nou, we komen hier binnen op kelderniveau. En zou de graaf hier zelf ook gelopen hebben? We zitten hier net na dat hij overleden is, is hier een hele grote verbouwing geweest. En deze kelders dateren uit die periode. Dus deze zijn eigenlijk van zijn zoon, Reinoud II. Dus alleen met een beetje fantasie treed ik nog in zijn voetspoor. Ja, ja, er zijn delen waar je in zijn voetsporen treedt. Al is het maar de kerker waar hij opgesloten heeft gezeten. Ja, zo zag het eruit. Ja. 2500 vierkante meter grote hoofdburcht. Even voor de vergelijking, het Muiderslot is 1000 vierkante meter. Maar met onze graaf ging het aan het eind van zijn leven niet zo heel prettig. Nee. Ik hoorde zelfs dat hij godsdienstwaanzinnig geworden was. Ook. In die periode is hij dus ook allerlei ideeën gaan ontwikkelen over het terugkeren van de Heer Jezus op aarde. En daar moesten dan speciale punten voor ingericht worden. De Insula Dei. De eilanden gods. Precies. En dat heeft hij nog eens proberen te versterken met allerlei stadsrechtverleningen. Dus stadjes of plekken in Gelre moesten dan eilanden gods worden? Ja. Roermond was Insula Dei. Een heleboel stadsrechtverleningen uit 1312 is daarin gekoppeld. En, klinkt best mooi eigenlijk. Klinkt ook mooi, maar er zijn geen tekenen dat de heren daar geland is. Onze hertog Karel, die ridder René mij deze opdracht heeft gegeven, heeft het over de gekke graaf van Gelre. Mm-hmm. Dat is Reinoud dus. Dat moet hem ook wel zijn, omdat hij de laatste graaf was. Zijn zoon werd hertog. Oh ja. Ja, die zit nogal veel puin in de grond. Ik voel het al, ja. Ja. Maar ja, het is zo'n belangrijke plek voor Gelre dat hij absoluut een paaltje in de grond moet. Dan boor nog maar even door. Ja, dat is... Ik zie al een beetje rode... Hier hoor je een korrel. Dat kan ook een steentje zijn. Nou, Fedor, volgens mij heb ik genoeg voor geboord. Zullen we er maar eens? Tik hem er maar in. Nou, keurig toch? Voor de graaf. Kijk. Hoe gek die ook was.